Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Dank u wel, meneer Bisschops. En een paar interrupties. Allereerst mevrouw Simons bijeen. Voorzitter, als kind van ouders die mij hebben opgevoed met zeer veel respect voor spiritualiteit en al haar verschijningsvormen, wil ik bezwaar maken tegen de preek van de heer Bisschop in het licht van dit debat. In Nederland herkennen wij de scheiding van kerk en staat en dat is maar goed ook, want als de heer Bisschop zegt dat wij niet vrijelijk kunnen, en ik gebruik nu mijn eigen woorden, rommelen met de beeltenis van God dan wel van zijn zoon, voorzitter, dan moet ik gewoon heel hard lachen. En ik kan de heer Bisschop verzekeren dat zijn God er heel anders uitziet dan de mijne, aangezien we allen in diens, wat is het ook alweer, in diens evenbeeld geschapen zijn. Met andere woorden, er wordt vrijelijk gerommeld met de beeltenis van deze spiritueel hoge figuren. Dat gezegd hebbende, voorzitter, wil ik de vraag stellen aan de heer Bisschop of hij zijn eigen vraag wil beantwoorden. Kijken wij slechts naar een gedeelte van de mens of kijken wij naar het hele zijn van een persoon? Ik zou de vraag aan de heer Bisschop willen stellen als hij de woorden die hij hier zojuist uitspreekt vanuit het diepst van zijn hart meent. Wat is dan eigenlijk zijn bezwaar tegen de zelfbeschikking van burgers? Dank u wel. In het identificeren van wie zij zelf zijn. Wat maakt het de heer Bisschop uit wat ik in mijn paspoort heb staan eigenlijk? Voorzitter, laat ik dan mijn betoog voor mevrouw Simons kort proberen samen te vatten. De kernbezwaren zijn van juridische, maatschappelijke aard. Je bent niet alleen maar een individu. Je functioneert ook in de sociale, maatschappelijke context. Jouw keuze voor geslachtsregistratie heeft consequenties voor jouw omgeving. En daarom dringen wij aan op een zorgvuldige procedure. En dat bepleiten wij dat de subjectieve beleving van mensen, die ook nog eens een keer wisselend kan zijn, dat kan geen criterium zijn. En dus zeggen wij terug naar de basis en dat is God schiep hen, man en vrouw. En om dat te realiseren hoef je niet eens in God te geloven, de God die ik beleid, dat wordt ook niet gevraagd, maar dat is wel de essentie waar de samenleving op gebouwd is, waar de wereld op steunt. En dat moet je niet achterloos naast je neerleggen. Mevrouw Simons. Voorzitter, nogmaals wil ik de heer Bisschop uit zijn droom helpen. God heeft geen deel aan dit debat. Niet. Maar ik zal mijn vraag herhalen. Wat maakt het de heer Bisschop uit wat ik in mijn paspoort heb staan? De heer Bisschop. Voorzitter, mevrouw Simons maakt in elk geval niet uit of God wel of niet toeziet op dit debat. Ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. Als u dat niet gelooft, staat u dat vrij. Maar alleen al het feit dat ik het benoem, heeft daar bewijst het tegendeel. Wat maakt het uit wat iemand in het paspoort heeft staan? Omdat een individuele keuze maatschappelijke consequenties heeft. Maatschappelijke consequenties voor uw omgeving, voor de omgeving van mevrouw Simons, voor de samenleving als geheel. En je organiseert de verwarring als je een objectief criterium zoals er is, man-vrouw, met alle mitsen en maren die daar ook omheen zijn, dat heb ik ook benoemd in mijn betoog, als je daar die maar zo even terzijde schuift, moet je niet doen. Tot slot, mevrouw Simons. Ik zal nogmaals herhalen, ik vind het erg belangrijk dat dat weersproken wordt. In dit huis neemt God niet deel aan dit debat, niet scheiding van kerk en staat. Bovendien legt de heer Bisschop mij in de mond alsof ik geen geloof zou hebben in een hoger wezen. Dat kan de heer Bisschop niet stellen, daar heeft hij geen enkele weet van. Net als dat hij geen weet heeft van wat er in mijn paspoort staat en het geen enkele invloed heeft op mijn omgeving. Wat er in mijn paspoort staat. En die vraag wil ik zo graag beantwoord krijgen. Wat is nou de grote angst van de heer Bisschop en zijn partij op het moment dat iemand een M, een V, dan wel een X in het paspoort heeft staan? Welke wereldschokkende veranderingen vinden dan plaats in de directe omgeving van de heer Bisschop? De heer Bisschop.
Voorzitter, het lijkt mij overbodig om nog een keer mijn hele verhaal te houden. Ik ben daar duidelijk genoeg over geweest. Ja. En de suggestie van mevrouw Simons dat ik haar geloofsbeleving of haar spiritualiteit zou willen beoordelen. Ik werp dat verre van mij. Dat is geen zweem van aanleiding toe in mijn reactie geweest. En ik hoop dat de goede God ons allen vanavond een goed debat geeft. Sorry, mevrouw van Ginneken, D66.